minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken en zijn Nederlandse collega minister Stef Blok hebben gisteravond de eerste stenen gelegd voor het nieuw kantoorgebouw van de Surinaamse Brouwerij. Directeur Reinoud Ottervanger zegt dat vanwege verwantschap met Heineken het een mooi moment is om de eerste steenlegging ook door Blok te laten plaatsvinden. Het nieuwe gebouw moet naar verwachting in 11 maanden worden opgeleverd. En ook een aantal belangrijke partners die ervoor gaan zorgen dat dit hoofdkantoor, mij is beloofd, binnen een jaar zal zijn herrezen als het goed is volgens het plaatje wat jullie daar zien. Vandaag overboog zeggen dat het een zeer bijzondere dag is in Suriname, Srefidentie. Jullie hebben ongetwijfeld genoten van, de parade defilé. Ik heb het op televisie mogen volgen. Ook voor ons een bijzondere dag. Toch, we voelen echt die trots Surinaamse brouwerij. We staan al 65 jaar, we hebben toch ook dat verwantschap met Heineken. Dus ik denk een fantastische gelegenheid dat we hier met elkaar bij zijn om de eerste steenlegging te doen. Zoals we in Suriname zeggen, de eerste de wassie te doen van ons hoofdkantoor. Zowel Blok als Ramdien kregen als dankzegging een geschenk van de Surinaamse brouwerij. De Nederlandse delegatie is gisteravond weer vertrokken naar Europa.